Renault Antwerpen. De auto's van stad. Jackie Matthijssen had zijn dokter Manou mee naar zijn afscheid op het kiel genomen. Om te tonen dat er voor hem nog een leven is buiten het voetbal. Misschien ook om zichzelf wat in toom te houden. Matthijssen maakte voor de pers zelfs een analyse van zijn doortocht bij de Antwerpse eerste klasser. Toen u hier naar deze club kwam, had u kunnen verwachten hoe woelig die 16 maanden zouden zijn? Ja, ja, ik had er wel een uh, heel goed idee van. Ik heb me niet vergist. Uh, ik wist dat er het een en het ander op ons af zou komen. Maar ik wist ook dat het mijn taak was om in dat sportieve gedeelte van deze club. Om daar, uh, daarvoor te zorgen dat we, dat we uh, ja, uit de wind bleven. Dat we dat goed bleven doen. Matthijs loodste Beerschot snel uit de gevarenzone. En had tegen de winterstop de ambitie om hoog te eindigen. Met de financiële noden bij de club en de verkoop van kapitein Gary Kagelmacher lukte dat niet, zegt hij. Een verschil in visie doet de wegen van Matthijssen en Van Oppen nu ook scheiden. En ook de manier waarop er achter zijn rug met een andere trainer werd gepraat. Dat het mag, dat er een normale, normale reactie mogen zijn als men verder wil, of als men denkt aan iemand anders, lijkt me dat, lijkt me dat een normale zaak. Maar men had absoluut geen angst moeten hebben om mij dit mede te delen. Ik kan functioneren in dit soort omstandigheden. Dat ware beter geweest dan hetgeen wat nu gebeurd is. Peerschot ontkent niet langer dat er onlangs een gesprek geweest is met Adrie Koster. Een verkennend gesprek noemde Van Oppenhut. En dan te weten dat die koster enkele weken daarvoor nog op het kiel was geweest. Ja, op mijn uitnodiging met mijn kaarten. En we hebben een leuk gesprek gehad. Zoals een Hollander dat zegt, we hebben een leuk gesprek gehad achteraf over de goede manier van voetballen. En vooral over de draai van de ploeg. Dus wat dat betreft heb ik hem zeker niet ontgoocheld. Beerschot bevestigde nogmaals het seizoen te zullen uitdoen. onder leiding van assistentrainer Wim de Korte.